lukt het allemaal? Ik ben aan het kijken hoe ik dat aanzet. Ik weet totaal niet hoe ik moet aandoen. Kan je hem nog eens aandoen? Volgens mij... Die live is weer aan, hoor. Ja? Ja. Ja, nee, ik zoek nog steeds hoe het moet om die ding aan te doen. Voor live chat. Zien jullie hem nog op YouTube? Ja, ik zie. Ik ben gewoon nu erin. Oh ja, top. Ik zie het, ja. Zo, dat is echt een hele oude... Dat is die, heel die andere stream, volgens mij. Ja. Ja, want ik hoorde mezelf dat nog zeggen. Dat klopt wel niet. Hey, maar die live, die staat er wel. Maar hij is niet live, hè? Nee, hij is niet live. Omdat na 2 minuten 34 schakelt hij naar mij naar een volgende filmpje. Ja, maar zoek die... Ja, je moet ook die andere, die... Ik heb net weer opnieuw eentje gedaan, hè. Die van 2.33 okay. Is die vorige. Oh ja, ik zie hem. Ja, ik zie het, ja. Oh, live chat is nog steeds uit, man. Ja, precies. Maar hoe doe ik dat aan? Wie had dat vorige keer opgelost? Was dat bij mijn wedstrijd vorige keer opgelost? Ja, dat was opgelost. Ja, maar bij jullie was het er gewoon niet, toch? Het was gewoon goed. Het wel. Nee, het was eerst niet goed. Oh. Bel, ik denk wel dat... Bel Stijn. Of Martijn. Volgens mij was Stijn had hem toen gedaan. Weer goed gedaan. Ja, ik ben nu met zijn chat ook. Oké. Okay. Even iets specifieker zijn, man. Met hoe doe ik die live aan? What the fuck? Autocorrectie. Ja, autocorrectie. Ik weet niet waarom het er is al een keer. Nee, ik heb toch gezegd. What the fuck? Autocorrectie. Zoek term op apps. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan gaan we even testen dan. Het zal nu aan moeten staan. Yes, hij doet het. Top. Oké, okay, maar wat moet ik nu doen? Oh ja, trouwens, Tim, jij moet mij in feite hebben, jij moet thuis spelen. Wat zei je? Jij moet mij in feite, want jij moet thuis spelen als het goed is. Oké, okay, hoe doe ik dat? naar Custom League en dan naar Team. Nee, naar Play en dan mijn naam drukken en dan ja, in feite. Oké, dus nu X. De Dodgers Roendrix en Challenge. Ja, precies zo wel. Ja, dat is wel een team hebben. Ja, joh. Oké, kom maar aan. Hey, is je naam Mitchell of Michael? Michael. Michael.
Heb je op alle andere social media's gezegd dat we wedstrijd hebben of niet? Of doet ja, Zap ik dat? Heb nu op de website doet Daan. En volgens mij gooi je zo nog even wat live op Insta. Oké. Kijk, wat gaan we doen? Is wel uit dat trouwens. Ja, dat is kan toch. Oeh, wie gaan we gebruiken? Zo gaan we voor cursor of zo. Nee, ik heb Kershaw al gebruikt, man. Of, oh, jij Kershaw. Ja, Verlander al gebruikt. Ik zat heel te denken Verlander, man. Morgen. Zeg maar. Veel righties. Yes. Kun je eens of ik dit ga halen, hoor. Moet eigenlijk nog David Price erop gooien. Ja, David Price moest ik gooien, hij is kut hoor. Oh, ik ben helemaal kapot ook. Oh, nou, succes boys. Dank je. Succes, Ren. Jij ook. Let's start with a bang, alsjeblieft. Waarom swingen op de first pitch nog een curveball? Echt, hoor. Daarom. Daarom. Dat doe ik nooit, hoor, geloof ik, man. Oh, ze shift op hem. Dat is nieuws. Wie was het? Mookie Betts. Nou, dan gaan we 1, 2, 3. Zou chill zijn. Go ahead. Come on, Belly. Oh mijn god. Perfect in die zone ook. Veel te laat erop. Hoe lang zo laat op mijn vest loopt. Raar. Goed zo. Ai, is een slag, man. Nooit. Yep, Maakt niet uit. Kom aan, turn it. Zo, kom maar Turner. Oh, je staat 1000? Hoe sla je? Ik is toch niks voor wedstrijd. Gooi je met puur analog? Zo, deze kalt hij. Ja man. Oh, ik denk ik hoor het echt fucking hard. Ik denk dat hij. Wat zei je? Ja, ik hoor het echt fucking hard. Ik dacht, wow. Boys. Zijn jullie een beetje blij dat we weer in jullie kunnen spelen? Zeker. Tuurlijk ben ik blij. Zeker man. Moeten jullie gelijk meer trainen of valt dat mee? Nee, we trainen al 2 keer in de week. Ai. Zo, damn, daarin zet ik die zo hard eruit. Ik weet niet waarom, ik swing gewoon zo fucking raar hier. Wauw, waarom drukte ik daar überhaupt op?
ga hem niet zeggen dat het een vangbal is. Zo. Dat was ook al bijna een 1-2-3. Ai, replay, oké. Nee joh, ik replay het gewoon voor de stream toch? Dat is niet voor mezelf. Ik doe dat nooit, hè, geloof me. Ik doe dat echt nooit, ik haat dat. Ik word helemaal gek als mensen dat doen. Wauw, perfect in die... Oh, good timing, man. Perfect in die ding, moet dan. Heel gek. Ah, righties. Dat is toch eng, man. Lefty. First inside it, 12-6. Mooie pitch. Niet precies waar ik hem wilde, maar mooie pitch. Weer een mooie pitch. Hey, wat gebruik jij dan voor pitchen? Bills. Zetten. Oh! Get through! Shit! Ik ging er echt vanuit dat het sowieso een strijkkast zou zijn. Oh, zo. Wow, die bal is nog. Wauw. Wat een pitch. Oh, nee, joh. Fuck up, boys. Yes. Gaan echt gewoon errors. Nou, dat is geen error, man. Thank you. Gaan die ballen toch niet laten gaan, zo. Come on. Als ik hieruit. Hier moet ik echt uitkomen. Als ik hieruit kan komen. Dan heb ik een goede succesbeleving. Yes, het is nu al 3-0. Er is in de eerste inning en de andere in het rechtsveld geslagen. Met twee mannen donker. Hey, was check swing. Ze vragen nu al twee mensen of je al 3-0 achter staat. Of je nou al 3-0 achter staat. Het is zo 3-3 hoor. Daarom. George Springer, jongen, echt. 3-3. Yes, sir. Let's go. Dit is wat ik zeg, jongen, echt. Waarom moeten het mensen jinxen? Ik zei het nog, hè. 3-3. Fuck. Ah, Kershaw, je gaat niet lang blijven, man, grap. Je gaat niet lang blijven. Mooie pitch. Hele mooie pitch was dat. Had hij net ook gewoon change-up hangen, oh! Okay. Ik kon ook gewoon uit de inning zijn, besef. Als Muncy of weet ik veel wie op 3 staat, Turner, gewoon die bal fielde. Was het een double play. Uit de inning. Zo. Hey, normaal geef je die altijd wijd. Ja, heel vaak door, ja. Goed zo. Shit, man. Wie is jullie favoriete player in de MLB? Yes, wel Puig. Wie? Ja, yes, wel Puig. Ja, dat is best duidelijk. Die van mij. Ik denk Brian of Rizzo. Oh, dit mooie hit. Mooie hit. Mooie hit. Hele mooie hit. Kevin Lux, ga je dit doen gewoon? Ga je dit kunnen? Goed zo, goed ei. Ja man. Besef, ik kan hem nog hè. Michael called hem ook. Hij had nu sowieso één hanging ball gooien. Oeh. Ja. Kevin Lux.
Oh, Gavin. Kijk, mijn zone ook. Ik zweer. Hey. Ibo, als je ziet, hè. Kijk, die zone en die komt... Oh, nou, man. Kan niet. Ze horen homeless te zijn. Nou, hitjes. Op zijn minst. Was hij bijna perfect? Ja, echt wel close, hè. Gewoon echt close, gewoon. Echt, dat is top, man. Dat moeten ze wel even aanpassen aan de show. Ja, grap. Je moet het... Gaan bij party-instellingen. En daar staat iets met... ja, zeg maar gewoon gaan wat er onder staat. Ai, ai, ai. Oeh. Die pimpen, hoor. Die pimpen, hoor. Hey, waarom heb ik... Oh, ik heb het al. Hé, had je gaan replay? Jou ook, ja toch? Nee, man. Oh, zo, ja, ik weet niet, moeten we nou replayen of niet? Nee, doe maar. Maar ik was gewoon vergeten, man. Ik was te laat. Ja, ik dacht juist voor de stream, ja, gewoon replayen, toch? Want ik, ja. Vriend, replay is altijd gewoon bad luck. Is gewoon zoeken naar bad luck. Oh, we moeten replayen. Nee, ik dacht het, weet toch. Ik zag bij Roelie en Ding ook allemaal replay. Ik dacht, weet je, dan doen we het ook gewoon. Ja, nee, doe maar gewoon. Ik was gewoon zelf vergeten en te laat. Ja, toch? Normaal vind ik het doodsenger te replayen, gek. Replay, wauw. Als ik replay, weet ik gewoon dat ik verlies. Doe het voor de stream. Sowieso. Maar je smoes je toch? Ja, maar nee, dat is echt zo. Serieus, tenminste, Damn Dynasty is echt bad luck. Zonder grap. Als je dat doet, gewoon opeens. Zelfs als ik achter sta. Als ik achter sta, iemand replay, dan om een of andere reden sta ik opeens weer voor. Of staat het weer gelijk? Ja, gewoon geluk, hè. Dat is gewoon geluk, toch? Ja, man. Je wil niet zeggen, is toevallig, ik replay net, gelijk, 3-3. Nu zie je nu weer, ja, zometeen. Als het nu weer 6-6 is, dan kan je me niet zeggen dat het niet zo is. Dan kan je het me nooit meer zeggen. Oh, het is net niet eruit, jammer. Oh, door. Nee, gaan we niet, doen we niet. Turner, jij bent toch, of niet? Ja, jongen, Turner. Hij gaat deze seizoen 2-2. Netjes, hoor. Heel het jaar. Fuck me. Nee, je bent safe. Doe even nog langer, maat. Thank you. Waarom ging hij opeens naar thuis? What the fuck? En dan gaat hij nog slijden en dan gaat hij daarna pas... Oh, heel raar. Maar ja, is niet erg. Hey. Mooi, je fucking pitch. Big leak rundown. Maar eigenlijk check swing, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Oh, 3 punten tegen, man. Dat is niet mooi voor mijn ERA. Hey. Maar deze man moet even looptraining krijgen, man. Jezus. Hij is een catcher, hij is een catcher. Hey, ga een krenkje eruit halen. Hij kan hitten. Maar ik snap het wel. Maar ik kan wel hitten. Wie ga je daarop zetten? Ben je aan het kijken, man. Oh ja, je hebt wel een redelijk boerpet, toch? Bullpen is oké, maar ja, bench is niet zo goed, man. Ja, bench weet ik sowieso niet eens wat is nu. Wie is dit? Lijp, nog nooit van gehoord. Shit, nee, dit ga ik niet gooien. Wow, dat kan ik sowieso niet gaan gooien. Dit was ook niet de bedoeling. Zo, wat een dot. Gaan we laten hem zitten. Zitten! Kershaw, loop maar door. Wie komt nu? Brett Peacock of zoiets? Ja, man.
Ja? Ja, man. Ik vind die wijnlap of zo voor hen gewoon moeilijk op het spel te pakken. Ik zie zijn bal gewoon heel laat, in een van de redenen. Nou, ik weet niet eigenlijk. Oh. Ik kan net nog replayen, jammer. Oh, en een andere hanger. Maar dit is wel vangbal. Shit, maar jammer. Deze was ook echt net naast voor Perfect Cook, gewoon net ernaast. Fastball hoog. Oh, laag. Kevin. Come on. Laat de pitcher niet lead-off zijn. Ja, come on. Holy shit. Gewoon even weten, laat de pitcher staan. Zou ook doen als Gowat. Shit, nee joh, vier wijd! Ruben, ben je... Oh, je bent dom man, even serieus. Pitcher aan slag, oh joh, kom aan. Ik zag die bal hangen, ik dacht ja, dit gaat eruit. Maar nee. Goeie pitch, goeie pitch. Goeie pitch. Bregman. Wat gaan we daarmee doen? Hij heeft die homer of jou, hè? Tegen Martijn. Ja, man. Nee! Zo! Wat? Dacht je dat hij hing? Ja, een change-up sowieso durf. Ja. Ik kan niet van change-up in de slagzone. Zo, je zou dood zijn op 2. Zo, recht door de pijp, man. Come on. Ja, man. Zo! Thanks. Nee, wat een slechte pitch. Wat een slechte pitch. Mooi. Mooi! Ik dacht echt dat je die curve ging gooien aan, man. Curve? Nee. Welke positie spelen wij? Ik speel zowat alles, behalve... Ja, laat me zeggen. Ik speel eerste rank outfield. Ik catch wel eens. En ik kan vooral geen tweede of derde rank spelen. Of weet toch? De andere eerste field posities. Voor de rest doe ik alles. Ik speel vooral eerste rank, man. Eigenlijk alleen maar eerste rank. Echt, speel geen tweede rank meer. Ja, vorig seizoen hadden we, omdat we geen tweede honkman hadden. Maar dit jaar hebben we wel tweede honkman. En... Zo, mooie pitch! Hoe heet die? Gaat dat een slag? Die is klaar. Brian was al klaar, dus... Hey, druk eens... Wauw, dit is een slag, man. Tijmen, betekent dat Bengel helemaal niet meer speelt dit jaar? Of alleen DH? DH gaat spelen. Maar ik weet niet hoeveel wedstrijden. Wauw, die gozer is vies, hè? Ja, man. Hij is niet normaal, hè? Nee. We kunnen geen volle bak homeren weer geven, man. Bengel die was 2 jaar gestopt, volgens mij. Ja. Toen ging hij met Quick spelen. Toen kwam hij in de hoofdklasse weer. En toen werd gelijk homerun king. Ja, die is niet normaal. Ja, eerste jaar terug in de hoofdklasse.
Oh mijn god, George Spring had een strijk moeten hebben. Deze wedstrijd wordt veel gescoord, man. Tot nu toe wel, ja. Juist! Kershaw, nog één inning, nog één inning. Oh wacht, je bent zo. Wow, 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 wow. Dat weet ik nog niet meer. Caleb Ferguson. Pedro Baez. Ja, twee lefties. We spelen hoeveel innings spelen? Vijf innings, toch? Vijf. Oh ja, dan gaat nog een cursor waar uit, joh. Anders gaat de stamina veel te laag worden. Ja, met Bitty en... Elke hanging pitch, volgens mij heb je geen home run geslagen. Elke pitch die ik precies gooi waar ik wil, heb je een home run opgeslagen. Ja, ik weet niet. Maar ik kan ook geen... Ja, ik weet niet. Ballen recht op de pijp of zo vind ik ook wel moeilijk. Hoor, niet, is het ook? Huh? Begin je daar met je PCI of niet? Nee. Daarom dan. Ik speel gewoon met PCI overal en nergens. Behalve als ik echt ergens op zit, ja, dan moet je niet daar gooien. Oh nee joh! Zo! Peterson, lead-off hitter. Mookie doet ook helemaal niks in het spel. Gaan we bunten, Mookie? Mag je doen, hè? Kijk, hij doet niks, man. Nice. Dank je voor de... Hey! Nice. Mookie, man. Oké, Ferguson. Kijk of wat jij te bieden hebt vandaag. Zo, mooi. Hij doet hem ook wel. Forcing change, forcing curve. Hij had echt niks speciaals. Maar hij zal de enige lefty die ik dacht nog niet gebruiken, dus ja. Oeh, jij gaat niet op wijdballen, zie ik. Nee man, niet snel. Hij te veel eronder. Godverdomme, twee keer achter elkaar. Jammer hoor. Was ook, ja, jammer. Zo, die was mooi. Oh, die moest. Oh, waarom pak je niet even die zone gewoon even mee? Als je niet slaat, altijd de zone mee pakken. Als je wel slaat, ja, dan niet. Mooie pitch. Hele mooie pitch. Dat is net te dichtbij om hem niet op te slaan, man. Dan ga ik met je favoriete team uit NBA. Echt zo. Toen is hem niet te kiezen. Nee. Ja, ik heb gewoon mijn favoriete team gekozen. Dodgers. Ik niet. Wat is jouw favoriete team dan? Ik heb een best wel underrated team. Ik vind de White Sox best wel vet. Maar alleen op dit spel is die niet zo goed. Aanslag wel, hoor. Dus, ja, maar pitching is niet goed, man. Ja, alleen Lucas Giolito heb je. Ja, je hebt wel ding. Allemaal Keigo. Ja, maar ja, je moet ook naar bullpen kijken en dat soort shit. En waren niet de beste. Oh ja, zo bullpen hebben ze niet. Houston was al beter. En ik weet dat ze gecheat hebben. Maar ja, op dit spel zijn ze gewoon goed. Dus, ja. Zo, Bellinger. Ga je ook even wat doen? Even een home runtje slaan of zo?
Ja! God, hier heb ik toch niks aan. Twee voor twee. Justin Turner gaat gewoon 1000. Sla maar uit hoor, sla maar uit. Zeg alsjeblieft 3-3. Oh, jammer dit. Ik ben te agressief aan slag, jammer ja. Zo, Max Muncy ook 2-2. Met twee bommen toch? Ja, twee bommen. Ja man. Twee bommen. Gaan we nog eentje doen? Kijken of we nog eens kunnen doen. Alsjeblieft niet. Dichtbij, dichtbij. En trouwens, hoe heet die? Ibo. Oeh. Dat is zo'n hanger en die sliding niet uit. Had ik hem gespot, had je hem wel uitgeslagen. Ja, klopt. En die gameplay is vandaag wel wat minder als die ene keer. Wat makkelijker, ja. Zeg maar. Nu is het wel meer naar Alster. Vorige keer was echt gewoon een half in en zo leek voet het. Of je had een betere tegenstander. Never in your life. Rendrik, als het seizoen in juli begint, hoeveel rust ga je dat in 2020 slaan? Zo. Ja, ik zal het niet weten. Ik heb een oefenperiode, heb ik nu al een home run geslagen. Wat een oefenperiode, hè, Slotneus? Deze oefenperiode, jongen. Ik heb bij het CTO trainen we al hoeveel wedstrijden hebben we al gespeeld? 5 wedstrijden of zo. En, tegen wie spelen jullie dan? We spelen tegen Mix van Pirates 2. Onder 16 en zo. Ja. We spelen tegen. Nee, onder 18. Officieel onder 18, laat me zo zeggen. Oké. Want het zijn jonge jongens. Ja, jongens van 16 jaar. En hij slaat boemen. Oké, maar ik ben ook 18, toch? Ik ben ook jong. Hé. Hey. We zijn 16 jaar op Wimbledon. Ja, maar ja, 17 jaar in de hoofdklasse. Ik was 17. Ik was 17. Ik was 17 toen ik 7 homers in de hoofdklasse heb geslagen. Ja, maar daar gaat het nu niet. Ja, wel. Daar gaat het wel. Ik was ook jong. Dus hun kunnen dat ook. Punt. Ja. Ja, het gaat erom dat jij nu die jongens pijn doet. Dat zij gewoon geen zin meer hebben om naar het veld te gaan. Omdat een jongen van 18 jaar bommen loopt te slaan. Nee joh, eentje grap. Eentje. Jongens van 16 kunnen dat ook hoor. Alsof je, ja. Jongen, leeftijd maakt niet uit hoor. Ik zie Rendrik dan ook echt helemaal pimpen. En dat deed ik ook. Dat deed ik ook zo erg hè. Wauw. Ik sloeg hem. Ik bleef gewoon staan bij thuisplaat. Ik kijk zo. Daar, ik sprint gewoon even een rondje. Snel. Ja, maar waarom zou ik bij de thuisplaat blijven staan? Omdat het gewoon mooi is. Je staat die bal en je ziet gewoon die bal vliegen. Je hebt zo in coronatijd heb je zoveel. Ik heb gewoon zoveel. Hoe nou? In coronatijd heb ik al heel veel ballen niet zien kunnen vliegen, toch? En ik stond die bal en ik zag die bal gewoon vliegen. Ik dacht, wauw, dit is mooi. Dat is even genieten. Gwen, even iets anders. Wanneer ga je naar college? Of ga je nog naar college? Of, ik ga dit jaar kan sowieso niet meer, hè, trouwens. Wat dan? Niemand kan weer naar Amerika gaan dit jaar. Tot januari. Oh, ja. Dit is helemaal dicht. Oh, ja. Maar ik ga kijken voor volgend jaar of in januari, anders gewoon, weet ik veel. Weet ik veel wat ik ga doen. Grap, ga je nog een keer swingen of wat? Nee, grap. Allemaal good timing ook nog. Oh, hoeveel ik eruit ga slaan? Grap, ik zou blij zijn met. Het ligt eraan waar ik heen ga. Als ik terug naar Amerika ga of wat dan ook, dan niet veel. Als ik heel het seizoen blijf, hoop ik 6. Zou chill zijn. Ja? Oh, maar dit jaar, hè? Trouwens, voor dit jaar, hè? Oh, voor dit jaar. Ligt aan hoe lang het seizoen echt gaat. Ja, dat is wel moeilijk te zien, te zeggen. Ja, ik denk misschien 3. Twee, sorry. Ik ga niet zeggen 3. Ik zou zeggen 2. Twee zou chill zijn. Volk ik denk met 3 ben je gewoon home run king, zo wat. Ja. Met vorig jaar kwam ik terug, dat ik maar een half seizoen. Toen sloeg ik, had ik er 3 volgens mij. Dus 2 zou chill zijn. Ja. En waarom gooi ik nog een beetje groter? Nee, nog eentje. Nog 2 mannen bedoel ik. Ja, ik kan het zeggen, het 5e inning. Ja, weet ik, maar je hebt hierna Alvarez. Dus Alvarez gaat geen rijtje zien. Waarom denk ik dat ik met Kershaw weg gaan starten? Alleen voor hem, hè? Gewoon speciaal voor hem.
Nooit. Ah, die is fucked up, man. Zo, so, perfect. Weet je hoe hard je deze hebt geslagen, wauw. Oh. Stel je toch voor, in het echt doe je dit gewoon. Je slaat hem zo hard en dan zeggen ze gewoon... Line-out. Dat is gewoon gek, hoor. Wie had moeten slaan? Zeker. Awesome. Hey, ben je al ready om Ibo? Ja, ik wacht op Martijn ofzo. Ik wil er maar heen. Ah, hij zit op fastball. Ga ik hem gooien ook. Ga hem nog door het midden. Heerlijk, heerlijk. Nou, dit noemen we echt een easy win, hè jongens. Dit noemen we pas een easy win. Marijn, je hebt gezien, hè? Wacht, baseball games. Ik ben 16 en ik speel bij Almere 90 en ik heb geen homerun geslagen. Nee, maar het gaat ook niet om homeruns, jongen. Het gaat gewoon weer toch. Hard contact is beter dan homeruns slaan. Maar je zegt het ook, je speelt bij Almere, man. Veld sterren groter. Nou, links voor de rechts wordt gewoon bijna hetzelfde soort, hoor. Ja? Hetzelfde als bij Neppy en Kinheim en Pirates en al die dingen. Oh, ja. Volgens mij, als het goed is, gewoon hetzelfde, die normale veld. Als het goed is, gewoon normaal. Is gewoon goed. Zo. Met een win. Ja, wie easy win. Sushi, wie is dat? Wie is Sushi? Ik zag hem ook al, man. Kijk wie Sushi is. Sushi. Wie is dat? Daar horen jullie mee. Ja. Oké, Martijn, doe even al die dingen van YouTube en zo. Ik ben niet goed met die domme dingen. Terrence. Wie heeft gewonnen? Nee, wie denk je die heeft gewonnen? Denk je dat iemand van Rendrik zou kunnen verliezen? Mij is het niet eens moeilijk. Vinden. Oh ja, grapje trouwens. Ik kan wel van me weten trouwens. Rubén, je mag al langer van YouTube af, hè? Ja. Interessant. Ja. Hey, sorry, ja, maar ik vind het gewoon te wachten tot. Ja, toch? Interessant, toch? Tot mensen zeggen tegen mij, hey, afsluiten Rubén. Oké, dan ga ik afsluiten. Kan je hem afsluiten? Tuurlijk, ik ga het afsluiten. En heel gauw. Hey jongens, like. En deel. En abonneer. Volg op Insta, RanchPay. Rank kan niemand. Niemand kan van je winnen. Wauw, boy. Mooie zin. Ik loof. Maar volgens mij. Sushi. Volgens mij weet ik wat wie het is. Maar stop met uitzenden, jongens.